Zac Efron heeft bij een ski-ongeluk zijn kruisband gescheurd. De 31-jarige acteur moest een operatie ondergaan en is inmiddels aan de beterende hand. Efron plaatste zelf een foto op Instagram waarop hij in een ziekenhuisbed ligt. In het bijgaande bericht zegt hij dat alles goed gaat en verwacht dat hij na zijn genezing sterker dan ooit zal zijn. De acteur, onder meer bekend van High School Musical en Bad Nijgboer, plaatst regelmatig foto's op sociale media van avontuurlijke sporten, zoals sandboarden en canyoning. Onlangs ging op het Sundance Film Festival zijn nieuwste film Extremely Wicked, Shockingly Evil, Entwiele in première. Daarin speelt hij seriemoordenaar Ted Bundy. Naar verwachting verschijnt de film in de herfst op Netflix.